Italië gaat akkoord met de elementen van de schuldherschikking voor Suriname. Dit vertelde minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking, BIBIS, gisteren tijdens een regeringsconferentie. De bewindsman merkte op dat door deze recente ontwikkelingen, die donderdag zijn bevestigd, er aanpassingen gedaan kunnen worden aan de staatsbegroting. Dus met de Paris Club zijn we rond, zijn we klaar. Dat betekent wel natuurlijk dat we beginnen langzaam af te lossen, maar over een langere periode. Dat geeft ook een stukje zekerheid, een stukje rust aan hun kant. Maar dan word je niet iedere keer geconfronteerd met je moet maar betalen enzovoort. Het geeft rust aan onze kant, omdat de begroting nu goed voorbereid kan worden en afgestemd daarop. Maar belangrijk is dat op basis van deze schuldherschikking, waar de ruimte was om voor te gaan met de projecten, met de projectfinanciering, dat het weer opgestart kan worden. Zoals in het geval met AFD in Frankrijk, heel specifiek, waarbij de projecten in Oost-Suriname voor watervoorziening, voor energie, opgestart kunnen worden. Ramdien geeft verder aan dat het belangrijk is om te weten wat de ontwikkelingen zijn rond dit vraagstuk. De schuldherschikkingen zijn er niet alleen om afspraken te maken over de leningen, maar ook om de impact die het heeft op het heel traject. Ten aanzien van de bilaterale schulden, de officiële crediteur, we hebben er twee, China en India. En met India is overeenstemming bereikt en we hebben een ondertekend exemplaar ontvangen met betrekking tot de algemene schuld, de LOC's, de Lines of Credit. Die is afgerond, ondertekend, wederom op dezelfde manier, renteaanpassingen, maar ook de looptijd. En dan hebben we met India nog een klein traject te gaan met betrekking tot zogenaamde Buyers Credit, dat zijn kredietfaciliteiten. Die liggen iets wat moeilijker. Normaliter worden die niet herschikt. Maar India is bereid ook om dat te doen. Dat ligt nu bij hun op bureau. We hebben gesproken met minister Jaishankar van Buitenlandse Zaken. Want zij moeten akkoord geven daarvoor. En hij gaat dus medewerking verlenen om dat ook te versnellen. We verwachten dat heel snel. Maar ook met de minister van Financiën, Sitaraman, die ook beloofd heeft het uit de bureaucratie te halen en zo gauw mogelijk af te ronden. Nadat de schuld bij India is afgerond, rest er nog die bij China. Met dit land zijn de laatste twee weken geleden gesprekken afgerond, maar hebben volgens Ramdien nog niet geresulteerd in een gunstige